Welkom bij Nieuwe Ankers vanuit de Houthavens in Amsterdam. Mijn naam is Paul van Dient. Ik ga praten met Nicolette Lonen. Ze is een ondernemende accountant. Nicolette, welkom. Leuk hier te zijn, Paul. Dank je wel. Ja, mooi hè. Nou, ja. Fijn dat jij er bent. Ondernemende accountant, dat klinkt een beetje gek, maar dat is helemaal niet zo gek. Want laten we even kijken wat je allemaal gedaan hebt. Hè. Je bent accountant, consultant, toezichthouder in de financiële sector gewerkt bij KPMG. Bij het ABP, diep inzicht in boardroom governance. Oprichter ook van Tosca Tribe, de Tribe of Sustainable Agents. En het gaat voor het verhaal achter de cijfers. Dus dan gaat het over welvaart en welzijn, over brede welvaart. Daar gaan we over praten. Wij zenden dit gesprek waarschijnlijk over een paar weken uit, maar het is vandaag Black Friday. En ja. Dat mensen weten wanneer we praten, ook dat nog. Ben je dan iemand die denkt, ik ga toeslaan, even lekker kopen, 70% korting? Nee, zeker niet. Nee, ik denk dat Black Friday echt het dieptepunt is van de overconsumentisme wat er is. De mensen met hun handen in de bakken staan te graaien op koopjesjacht. En dat een van de symptomen is waar we echt van af moeten. Alles wat we nodig hebben om gelukkig te zijn, is er al. En mag ik je meteen even plagen? Want we praten nu ook 2 dagen na de overwinning van Wilders. En mensen die op Wilders gestemd hebben, zullen denken, oh wacht even, zie je wel, dat is een elitair verhaal. Want ik ben een van die mensen die toevallig in die bakjes wil graaien. En ik heb ook niet zoveel geld, dus ik ben blij dat er veel korting is. Wat zeg je dan tegen die mensen? Nee, zeker. Dus daarmee wil ik dat zeker niet marginaliseren. Er zijn ongelooflijk veel mensen die het moeilijk hebben. Hè? Voor mij is iedere week als mijn hulp in de huishouding, dan drinken we eerst een kop koffie en dan praten we even hoe haar week is. En dan is voor mij weer een reality check van er zijn gewoon heel veel mensen die het moeilijk hebben. Als ik kijk naar Black Friday, dan zie ik daarin een samenleving die niet alleen door nood gedreven dat soort gedrag vertoont, maar meer door hebzucht. Ja, er is genoeg op deze aarde voor onze behoeften, maar niet voor onze hebzucht. En ik denk dat een manier van omdenken is die we gewoon met elkaar wel in de bek moeten kijken en aan moeten gaan. Nou, is het mooie dat als je deze dingen zegt, denken mensen, wacht, daar heb ik ook eens over nagedacht. Ik probeer ook zo te denken. Je hebt wel in posities gezeten waar het niet zo logisch is om op zo'n manier te denken. Dus dan moet je je nek durven uitstrekken. Dan moet je tegen de stroom in durven gaan. En dat heb je je leven lang ook gedaan. Dat is daar praat ik graag met je. Omdat we hebben eerder gesproken. En ik zie dat helaas zijn er te weinig mensen die dat doen. En of je nou wel of niet met elkaar eens bent, dat doet het niet eens toe. Het gaat om dat je dat lef wel toont. Maar kun je misschien daar een voorbeeld uit het verleden van geven? Dat je denkt, iedereen die, want jij vindt natuurlijk, hè, probeer voet bij stuk te houden. Probeer als je ergens in gelooft, iets belangrijk vindt, probeer het ook uit te dragen. Ook in je werkend leven. Mm-hmm. Ook dus heel begrijpelijk dat mensen zich aanpassen. Dat is de menselijke natuur, dat zien we altijd. En mensen durven niet altijd alles, dat begrijpen we ook. Hebben we allemaal begrip natuurlijk voor die zwaktes. Maar om sterk te blijven, kun je natuurlijk ook ergens komen. Jij hebt een paar dingen meegemaakt in je leven die jou sterk hebben gemaakt. Dan kun je een voorbeeld geven. Nou, een van de dingen waar ik mij in het verleden heel erg over verbazen was toen ik begon met werken, en dat is al even geleden, in 1994, begon ik in een traineeklasje en 40% van de trainees was vrouw. En dat waren jonge, ambitieuze vrouwen en jonge, ambitieuze mannen, moet ik erbij zeggen. En op dat moment was de overheersende gedachte van, kijk, het lukt ons om een instroom bijna op 50-50 te hebben. Dus we ook ergens in de top gaan we dat terugzien. Ergens rond het jaar 2002, 2003 merkte ik, toen ik om me heen keek, die vrouwen met wie ik begon, die waren er niet meer. En die waren echt niet uitgestroomd naar de keukentafel of naar de kinderwagen. Naar een thuissituatie. Die waren uitgestroomd naar andere ambitieuze posities. En ik merkte dat ik daar, dat mij dat aan het hart ging. Dat we daardoor als organisatie, als individu in de teams ook echt iets mee misten. En ik heb me daar ook wel hard voor gemaakt om dat besef breder door te laten dringen. Een vrouwennetwerk opgezet, een lobby op gang gezet aan het begin van deze eeuw om de feminine waarden die vrouwen vertegenwoordigen meer in het bedrijfsleven verankerd te krijgen. Nu iets logischer dan toen, maar toen was dat echt, dan zak je je nek maar uit, want dan krijg je waarschijnlijk ook hoon over je heen. Zeker, ja, nee, gewoon weerstand, soms heel evident en vaak ook heel onzichtbaar of wat implicieter. Maar, dat is nog gemener eigenlijk, maar dat is wel belangrijk om dat te doorzien. Die manier van, dat zijn vaak de ondoorzichtige codes. Maar daar wil je erheen prikken. Hoe merk je dat? Waar moet je dan op letten?
Nou, ik heb geleerd met vallen en opstaan, moet ik zeggen. Boosheid soms werkt, maar vaak niet. Ja. Soms kom je op een niveau of op een situatie dat je zegt van ja, nu is gewoon echt de maat vol. Maar heel vaak zit het toch in de nuance daarvoor en gaat het over je verplaatsen in de ander. Waar komt de weerstand vandaan? Hoe kun je die overbruggen? Hoe kun je daar in het goede gesprek met elkaar hebben? Hoe kun je ook verplaatsen in de ander om elkaar beter te begrijpen? En van daaruit naar gemeenschappelijke oplossingen. Maar je wilt leren van fouten. Wat voor fouten heb je als je terugkijkt, heb je zelf gemaakt? En dan misschien in je jonge onbezonnenheid? Nou, kijk, geduld bijvoorbeeld is niet één van mijn kernkwaliteiten. Nee, maar dat... Dus ik vond dat het allemaal veel te langzaam ging. En dat frustreerde mij ook. En dat heeft zich toen geuit ook in boosheid. Waardoor ik ook wel in bestuursvergaderingen of in settings niet altijd ook die emotie goed onder controle heb kunnen houden. Maar wat is die boosheid? Begin je dan, ga je dan huilen of ga je dan met je vuist op tafel slaan? Nou, allebei is gebeurd. Ja. Ik heb ook wel op mijn werk in situaties gezeten dat mijn emoties zich in tranen uiten. Ja. En dan krijg je, dat is precies wat we toch, dat is wel belangrijk denk ik. Omdat je dat dan, dat wil je ook van leren uit het verleden. Dat je weet, als vrouw is dat nog lastiger dan als man. Ja. Dan kunnen die mannen zeggen, zie je wel, emotie niet onder controle, klaar. Ja. Je moet hier rationeel zijn, en ik ga meteen dat toontje erbij. Zo gaat het natuurlijk wel vaak, of ja. Zo ging het, zeker in de boardrooms. Ik denk nog steeds op veel manieren. Ja, ik vrees het ook inderdaad. En kijk, ik denk waar de sleutel ligt voor deze complexe tijd. Hè? De wereld is complex, organisaties zijn complex om aan te sturen. Verandering is continu gaande. Het is geen sinecure om als bestuurder nu leiding te geven aan een organisatie. Om in deze tijd toekomstbestendig te zijn. En dat empathie daardoor heel erg belangrijk is. Naar jezelf toe. Hè? Het niet weten wat de koers is altijd. En daarvoor openstaan. Daardoor ook empathisch naar jezelf om je kwetsbaar op te durven stellen. Maar ook empathisch naar de ander. En ik denk dat we daarin veel meer de handreiking naar elkaar moeten doen om die kwetsbaarheid ook een plek te durven geven. Empathie heeft vaak een zalvende klank. Hè? Bij mensen die niet helemaal willen omarmen of die bijna instinctief een hekel aan hebben. Dat merk ik ook altijd als ik het woord gebruik. Maar empathie is toch niet meer, zo zeg ik het altijd, ik weet niet of je dat met me eens bent, maar dat is toch letterlijk je verplaatst in een ander. Ja, dat is dus al heel erg belangrijk om dat te doen. En dat niet op een rationeel gebied, maar helemaal. Ja, en als er dan nog een woord is wat in de bestuurskamers al helemaal nat dan is het praten over liefde. Hè? En niet de intieme liefde van man tot vrouw, van man tot man, maar de liefde voor de ander en de liefde voor alles wat leeft. Hè? Ook de natuur ondervindt ernstige gevolgen van ons menselijke handelen. Maar nu maak je echt een grote stap. Want inderdaad, ik vind empathie is al, ik denk nog steeds in veel bestuurskamers, is lastig. Daar moet je het even over hebben. Hoe definieer je dat? En dan krijg je dat soort kwesties. Maar dan kom je nog ergens. Maar liefde, gooi je dat op tafel in een boardroom? Ja, soms gebruik ik het woord wel. Ook niet altijd. Als ik me daar niet veilig toe genoeg voel. Maar afgelopen jaar heb ik meegedaan aan een programma van MVO Nederland, Ongemak in de Boardroom. En daar voelde ik op een gegeven moment wel de urgentie om ook het woord liefde in te brengen. Maar kun je er een voorbeeld van geven? Want dat is denk ik wel het belangrijke natuurlijk inderdaad. Want dan is het nog in schetsmatig bijna als je binnen zo'n programma. Maar hoe gaat dat dan in werkelijkheid toe? Wat kan er dan misgaan? Ja, wat ik vaak merk bij bestuurders, hè, zowel bestuurders als commissarissen, is dat die mensen vaak op die positie zijn gekomen door de kennis die ze hebben, door de vaardigheden die ze hebben. En dat er ook op zo'n manier naar hen gekeken wordt. Jij weet wat goed voor ons is. En dan kom ik toch terug op mijn eerdere punt. Ik denk dat heel veel bestuurders dat op dit moment niet weten. Hoe ga je om met een verkiezingsuitslag waar PVV de grootste is geworden, waar mensen boos en angstig zijn? Hoe ga je om met of de blij mensen zijn. Die... Nee, maar zie je, echt, we moeten dan denk ik of juist blij zijn. Eindelijk, gelukkig dat er ook eens een tegenstem wordt. Gelukkig dat ook de mensen die boos zijn, om wat voor reden dan ook, dat die ook gehoord worden. Want je moet ook weten waarom ze daarop gestemd hebben. Je kunt niet afdoen als van, nou, dat deel van de samenleving doet er niet toe. Nee, maar dat hoor je mij ook zeker niet zeggen. Iedereen hoort ertoe en iedereen moet meedoen. Ik denk dat daar ook juist de sleutel tot succes ligt om meer inclusief te zijn.
naar iedereen. Hè? Niet alleen naar ons soort mensen of naar een bepaalde groep. Juist uitsluiting zie je op dit moment dat dat meer normaal wordt. Ik denk dat we die kant zeker niet op moeten gaan. Maar dat betekent ook iedereen erbij halen. Hè? Dus ook mensen die het moeilijk hebben, mensen die zich buitengesloten voelen, om wat voor reden dan ook. En in de bestuurskamer vind ik dat echt liefde. Hè? Liefde voor de ander, liefde voor inclusie, naar je medemens toe en naar toekomstige generaties toe en naar de natuur toe. Ik denk dat dat de drie assen zijn waar bestuurders op dit moment hun pijlen op moeten richten. Maar het is goed, het is mooi om meteen eigenlijk dit woord te gebruiken. Sterker denk ik aan empathie, dat heb je gelijk. En als voorbeeld, omdat dat is natuurlijk heel makkelijk ook daar weer. Dan kunnen we 30 leuke grappen, dan schieten er mij ook 10 te binnen. Allemaal foute grappen die we niet gaan maken. In een andere context zou je het allemaal doen. Maar dan slaat het op. Dan blijf je daarin hangen. Je wil het zo serieus mogelijk bespreken. Ik denk, nee, los van die grappen kan dit een rol gaan spelen. Alleen ik zie dan, daar moet ik ook een beetje inwendig al bijna lachen. Ik zie dan veel van dat soort, het zijn meestal toch inderdaad heren, ik denk van zekere leeftijd, en die zitten er met z'n allen in de grijze pakken. En die denken, of die doen voor de vorm nog wel even mee, maar ze lopen weg en ze denken, wat een gek wijf, hou het toch op. En daar moet je doorheen prikken, Je moet die gasten ook meekrijgen, die zeggen, nee, er zit er wat in. En hoe kun je ze overtuigen? Ja, ik zeg het even plat mogelijk. Ja, precies. Ik moet heel even nadenken over wat je zegt. Want het komt ook wel een beetje over als een karikatuur van de bestuurder. Nee, expres. Nee, zeker. Natuurlijk. Maar die even, is er natuurlijk niet. Ik denk dat er heel veel moedige, dappere leiders zijn op dit moment. Vrouwen en mannen. De CEO van Zeeman, ik ben zijn naam even kwijt, excuus. Maar die hoorde ik laatst op een evenement zo bevlogen over zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid spreken. Intrinsiek gemotiveerd. Ik denk, dit is voor. En die neemt niet het woord liefde in de mond. Dat heb ik hem toen niet horen zeggen. Maar ik voelde het wel dat zijn drijfveer was, hè, om te doen waar hij zich voor opgesteld voelde staan. En ik denk dat we dat soort leiders veel meer een podium moeten geven, veel meer naar moeten luisteren en veel meer ook moeten kijken hoe kunnen we dat soort leiderschap veel meer in de bestuurskamer naar voren brengen. Want jij ziet het dus wel, dat is, aan deze tafel praten we heel vaak over, hè? Want waar zijn ze de moeite? Want dat ze nodig zijn is duidelijk. Dit ook een tijd is, dat het los van theorie, dat het veel meer zijn ze nodig. We leven een tijd dat van alles gebeurt, dus juist. Mensen die ook hun eigen positie op het spel durven zetten. Ja. En meteen noem jij er een. En het valt mij op als ik vraag, nou noem eens iemand. En dan komen Paul Polman. Wie dan verder? Jij weet meteen al. Dus dat betekent dat doet er wel degelijk toe. Het gaat nooit, niet om de persoon, uiteindelijk om die hele cultuur, maar die mensen moeten het voortouw nemen. Ze zijn er dus wel. Ja, nee, absoluut. En daarom vind ik het ook jammer inderdaad als altijd dezelfde namen genoemd worden. Maar mag ik even terug naar mijn karikatuur? Want ik doe het expres, hè, om het er even zo plat te slaan. Maar dan zien we toch, natuurlijk is dat allicht. Dat zijn niet meer ook de kale mannen met sigaar. Dan was het echt een karikatuur geworden. Ja. Maar je weet wel wat ik bedoel. Als het moment dat je dat op tafel legt, is dat behoorlijk gevoelig. Dan heb je al lef om dat te doen. Want het is veel makkelijker om met een grap van tafel te vegen en laat maar lopen. En liefst met een verkeerde grap. Ja. Of net te doen alsof je het heel serieus. Het gaat om dat mensen dat echt een belangrijk onderwerp vinden. Wat zeg je tegen de mensen die hier zouden twijfelen? Of die dit nu horen of zien en denken van hou dat toch op? Nou, misschien om dan toch een quote van Feike Siepersma aan te halen. Hè? Hoe kun je succesvol zijn als bedrijf in een wereld die faalt? Dat kan nog eventjes, maar niet lang meer. Hè? We kijken hier uit op de haven en een paar weken geleden is het hier kantje boord net goed gegaan. Of een fix aantal woningen had onder water gestaan. Dus we zien dat dreiging gewoon steeds dichterbij komen. En je kunt niet succesvol zijn in een wereld die faalt. Het komt de bestuurskamer binnen en het is de bestuurskamer ook al aan het binnenkomen. En ik denk dat dat nodig is om te onderkennen en dat het al aan het gebeuren is en daar ook verantwoordelijkheid in te nemen. Al is het maar voor het belang van je eigen organisatie en daarmee ook het belang van het grotere geheel. Ik sprak een tijdje geleden ook hier voor Nieuwe Ankers met Werner Schouten. Ook een klimaatbeweging, Impact Economy Foundation. Die denk ik voor een heel deel in dit verhaal zou meegaan. Maar die zegt, ik wijs ook op de cijfers. En daar weet je alles van, zo kan het natuurlijk met je achtergrond. En hij zegt ook, kijk, 1 op de 50.000 bedrijven voldoet maar aan
duurzaamheidsregels en normen die we allemaal gesteld hebben, waar ze dus keurig braaf ja tegen gezegd hebben, maar ze doen het niet. Het hangt nog veel te veel volgens hem dan in de fase van de mooie woorden, maar de daden blijven achter. Is dat ook een karikatuur of zeg je nee, dat is waar? Hij kon het staven met cijfers. Ja, nee, dat is waar. Ik bedoel, het voorbeeld wat ik net aanhaalde, zo zijn er legio voorbeelden waarin we al zien dat de klimaatcrisis ook echt wel zijn gevolgen heeft en zijn effecten heeft. We steven af op 3 graden opwarming van de aarde. Ik denk dat als we zo doorgaan het nog veel meer wordt, dan wordt het een onhoudbare planeet dus. En daar hebben bedrijven natuurlijk een hele belangrijke bijdrage aan. En ik zie zeker voorbeelden van bedrijven die zeggen van, ach, het loopt allemaal zo vaart niet. Eerst moet de overheid maar met een level playing field komen. Eerst moeten mijn klanten maar meer gaan betalen. Eerst moeten mijn leveranciers maar meer gaan innoveren. Die op alle fronten het handelingsperspectief buiten zichzelf leggen. Als het makkelijk was, dan hadden we het al lang gedaan. Dus het is geen eenvoudige opgave. Je hebt ook daadwerkelijk al die stakeholders nodig. Maar ik zie zeker bedrijven die steviger stappen zouden kunnen zetten dan ze nu doen. Ja, en is het dan belangrijk om steeds namen en rugnummers ook te noemen? Te zeggen welke bedrijven dat zijn? Want ik kan er alleen noemen, ik kan wel Shell noemen. Maar als je dat zegt, en ik zeg dat nu tegen een vertegenwoordiger van Shell, die noemt dan meteen, ja, maar we doen ook dit, we doen ook dat. En die heeft inderdaad heel veel goede voorbeelden. Ze doen ook heel veel goede dingen. En ze wijzen dan ook altijd natuurlijk naar nog grotere vervuilers, naar Exxon en Mobil. En je moet daar eens achteraan gaan en niet steeds ons pakken. Wat vind je dan van dat verhaal, van die verdediging, van dat soort verdedigingsmechanismes? Ja, ik vind dat echt een zwaktebod. Er is altijd een perspectief voor jezelf om meer stappen te zetten. Zijn we morgen dan al bij die doelen? Nee, zeker niet. Hè? Daar is meer tijd voor nodig. Omdat je het hebt over transitiepaden. Maar daar een stevig plan voor maken. Niet alleen de ambitie uitspreken om in 2030 of in 2050 CO2 neutraal te zijn. En denken van nou, dat mogen mijn opvolgers dan maar voor me oplossen. Voor de time being kan ik de status quo handhaven. Echt een heel concreet plan. Wat gaan we dan morgen daadwerkelijk anders doen? En die zie ik nog veel te weinig. De concrete invulling daarvan. Is echt nog een enorme zoektocht. En toch vind ik dat wel mooi altijd. Als je met CEO's om tafel zit, jij kent ze ook allemaal, dan denk ik ook, maar in het openbaar doen ze het helaas nog zelden. En ik hoop dat ze hier veel meer komen en dat wel gewoon doen, die dilemma's op tafel leggen. En dan worden ze niet belachelijk gemaakt, want dan snappen we ook waar je voor staat. En dan hoor je het ook vaak, natuurlijk, het begint al met laat ik de grootste open deur intrappen. Ja, maar we hebben nu eenmaal te maken met aandeelhouderswaarde. En kijk wereldwijd hoe dat in elkaar zit. En zo is nu eenmaal de wereld. En wij zetten ook al stappen, en dat kun je dan ook zien, dat doen ze ook, maar veel te kleine stapjes, makkelijk. En dan lijkt dat ook weer een soort verdedigingsmechanisme. En ondertussen hoef je dan niet zo gek veel te doen. Hoe kun je die mensen nou aanzetten tot de versnelling? Die zo gefixeerd zijn op de aandeelhouderswaarde en zeggen, ik kan niet anders. En dan zeggen ze tegen mij, ja Paul, je hebt makkelijk praten. Als jij in die positie zat, zou je ook. En dan krijg je dat verhaal. Ja, het is zeker een belang om rekening mee te houden. Die aandeelhouders zijn natuurlijk ook een diverse groep aan verschillende instituten en particulieren. Veel van ons vermogen zit in Amerika, waar de wind toch echt wel even wat anders waait. Dus daar praten we hier soms ook toch te veel met een Europese bril over de aandeelhouder. Je krijgt ook waar je naar vraagt of waar je naar op zoek bent. Ik denk dat bedrijven nog veel meer naar bevriende aandeelhouders op zoek zouden kunnen gaan. En veel meer coalities mogelijk zouden kunnen maken van bevriende aandeelhouders. Om een cordon van bevriende aandeelhouders om je heen te verzamelen. Die jouw groene ambitie ondersteunen. Die de tijd hebben om die transitiepaden uit te zitten. Dus niet morgen al meteen willen verkopen, maar gewoon voor 10 jaar erin willen blijven. En waar je ook hele duidelijke afspraken mee maakt. Waarin er ook nog steeds een gezond financieel rendement is. Maar ook het niet-financieel rendement aangebouwd wordt. Maar is er al iets gaande op dat? Want het is een geweldig idee. Bevriende aandeelhouders, dat zou ook kunnen. Want dan kun je niet meer het spelletje wegkijken spelen. Nee, zij moeten eerst. Want nee, het is een hele groep met elkaar. Daar gaan we samen gewoon erin. Ja. Is er al iets gaande in die richting? Iets constructiefs, reëels? Ik zie veel coalities, ook binnen de pensioensector bijvoorbeeld. Ik heb nog niet gezien dat ook zo concreet tot keuzes heeft geleid. Wel een waanzinnig idee, toch? Nou, ik gun gebruik het. Ja, maar echt beredeneerd vanuit de CEO van een beursgenoteerd bedrijf. Om zelf op zoek te gaan naar je bevriende aandeelhouders. En volgens mij heeft Jeroen Smit het in zijn boeken ook beschreven dat Paul Polman het geprobeerd heeft. Daar niet de tijd voor heeft gekregen ook om dat cordon van bevriende aandeelhouders te vinden.
Misschien was de vijver toen ook wat kleiner van aandeelhouders waar hij uit kon vissen. Dat was een andere tijd. Dat was een andere tijd. Dat was dus inderdaad op dat gebied een voorloper. Ja. Ja, dus nu zou dat misschien wat meer kunnen. Als ik overigens kijk naar de Nederlandse economie, dan wordt natuurlijk een heel groot deel van onze economie door niet-beursgenoteerde bedrijven bepaald. Ja. Die niet onder het juk van de aandeelhouders zitten. Dus dat excuus geldt daar dan in ieder geval al niet. Nee. En geeft ook weer meer perspectief om meer bewegingsvrijheid. Maar dat perspectief, wordt dat ook benut? Zie jij dan voorbeelden om je heen waarvan je denkt, nou dat is hoopgevend. Dat kunnen, want dat hebben we wel nodig. Natuurlijk. Ja. Dat zijn bijna de ankers waar wij hier naar op zoek zijn. Ja. Nou ja, waar voor mijn gevoel het grote kantelpunt in zit, is dat we van het iets minder slecht doen moeten naar het beter maken. En iets minder slecht is CO2-reductieplannen, hergebruik van grondstoffen, recycling, energieverbruik verminderen. Iedereen kent de voorbeelden wel van wat je nu in MVO-plannen terugziet. Ja. Het beter maken gaat echt over hoe kunnen wij onze ondernemingscapaciteit aangrijpen om de wereld beter te maken, de bodem gezonder te maken, de natuur te herstellen, mensen uit de armoede te trekken. Dat zijn vraagstukken waar bedrijven echt hun schouders onder moeten zetten. En in heel veel gevallen zal dat ook tot consequentie hebben dat de businessmodellen op de schop moeten. En dat is natuurlijk best een spannende vraag. Dat is een echte transitie, businessmodellen Zeker. Op de schop. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Nou, je noemde net, kun je eens naam en rugnummers geven. Waar ik woon, om de hoek, zit een hele grote Action. Action is voor sommige mensen echt de groeibriljant van Nederland. Jij bent daar niet weggeslaan, denk ik ook. Ik kom er nooit. Ik kom er principieel nooit. En ze hebben soms producten waarvan ik denk van, oké, het is heel handig. Binnen 5 minuten sta ik daar binnen en binnen 6 minuten ben ik weer naar buiten voor wat ik dan precies nodig heb. Ik doe het principieel niet. Ik ga daar niet naar binnen. En ik heb een interview gelezen met de CEO van Action. Vrouwelijke CEO, die wordt overal geprezen als dat ze eigenlijk toch heel duurzaam is. Dan worden we toch echt erbij staan. Nou, er zal heus oprechte intentie zitten om het minder slecht te doen. Maar het model is natuurlijk dat je daar met een leeg karretje naar binnen gaat en nog niet precies weet wat je gaat kopen of dat ene dingetje wat je gaat kopen. En toch iedere keer weer met 10 producten naar buiten loopt. Ja. Hè, daar is die hele winkel op ingericht. Het eeuwige Black Friday model is dat eigenlijk. Ja, ja. En de spullen zijn zo goedkoop. Dat die verleiding heel groot is. Dus dan wordt ook natuurlijk de vraag neergelegd van ja, maar die consumenten die kiezen dat zelf. Die willen zelf hun karretje vol. Maar de incentives zijn ook zo ingericht dat het heel moeilijk is die verleiding te weerstaan. Maar dat weet jij als de beste natuurlijk. Want je weet het ook, dat zit als consultant, als accountant, als toezichthouder op grote functies, als boardroom. Kijker, fluisteraar, hoe moet ik het noemen? Je weet hoe de wereld in elkaar zit. En dan hebben ze dat heel lang geroepen inderdaad. Ja, maar dat is de markt. En wat moeten wij dan? Als de mensen daarom vragen, dan kunnen wij toch geen nee zeggen? We zijn geen dominee. En die verhaaltjes, daar hebben we ons heel lang toch door in slaap laten sussen. Ja. Dat werd dan ook vaak nog met een beetje donderend geraas gebracht. Ja. En dat waren dan de rationele verhalen. En als je daar tegen inging, dan begreep je het niet. Of dan was je een softie. Ja. Die wind is aan het keren. Ja. En ik hoop het snel genoeg. Nee, is het jouw indruk dat het zo is? Nog te weinig, denk ik. Echt de transformatie van de businessmodellen van bedrijven om het echt anders te doen. Tuurlijk zijn daar hele mooie voorbeelden van. Vaak kleinschalig. Patagonia wordt altijd genoemd natuurlijk als voorbeeld. Ja, Carlsberg maar, ook. Bijvoorbeeld een bedrijf als Happy Tosti. Brownies en Downies kent iedereen. Happy Tosti is zo'nzelfde concept wat met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkt. Wat overigens een verschrikkelijk woord is, want op het moment dat die mensen aan het werk zijn, hebben ze geen afstand meer. Ligt de afstand aan hen of ligt het aan het systeem? Nee, woorden doen het toe. Dat is inderdaad dat is heel verkeerd. Ja, ja hè, maar nou ja, waar mensen aan het werk zijn die op andere plekken moeilijk aan het werk komen. Die daar heel veel voldoening voor krijgen. Waar je misschien 5 minuutjes langer op je tosti moet wachten. Maar waar een integraal concept in verwerkt is met de producten, met de leveranciers, met het werkgeverschap wat er is. En toch redden dat soort bedrijven het heel moeilijk. Die moeten echt knokken om het hoofd boven water te houden.
Als jij adviseur was en als een gidsaccountant ook over de boeken gaat en de controles doet en ook nog adviezen geeft, zou je dan tegen bedrijven zeggen, zet in op businessmodellen, want uiteindelijk verdien je daar ook meer mee, of moet je daar gewoon überhaupt anders over gaan denken? Nou, sowieso kijk heel erg goed naar je businessmodel in hoeverre het de wereld mooier maakt, in hoeverre het de wereld beter maakt. Dat is het begin. Maar daarnaast zitten we ook in een systemische wereld waar hele lange ketens zijn. En misschien dat Werner het erover gehad heeft, dat weet ik niet. Maar waar ik op dit moment een discrepantie zie, is dat de investering door de een, het rendement daarvan ten bate komt voor de ander. Ja. Dus om weer eens het voorbeeld van Happy Tosti te nemen, hè, die mensen die anders niet aan het werk zouden komen, die daar wel werk krijgen, dat bespaart de gemeente aan uitkeringen. Dus die heeft een besparing in de portemonnee, maar de investering ligt bij de onderneming. Daar zijn compensatiemechanismen voor, maar daar moet je ellenlange formulieren voor invullen. Daar moet je heel veel verantwoordingsdocumenten voor invullen. Daar moet je vergunningen voor krijgen. Dat wordt ongelooflijk complex gemaakt. En die uitwisseling van waarden, financiële waarden, maar ook maatschappelijke waarden. Wat levert het op als iemand gewoon lekker aan het werk is versus iemand die thuis zit? Dat is een neerwaartse spiraal. Dus dat gaat ook weer allerlei andere negatieve effecten. Er is nu een werkgroep bezig. Die komen, dat weet je ook, die komen geloof ik over een half jaar of zo met een advies, of misschien iets eerder. Maar dat een hele groep, dat is over meer dan 1 miljoen. En dat is door de jaren heen altijd wel een beetje constant gebleven. Om allerlei redenen, verschillende soorten mensen bij elkaar op 1 hoop, maar meer dan 1 miljoen, niet tot de arbeidsmarkt. Ja. En die mensen hebben wel heel hard nodig. Ja, ja. Ja, en daar zitten al dit soort fricties in, waardoor het best ingewikkeld is. Hè? En je er ook niet altijd voor beloond wordt. En sociaal ondernemers die zeggen van, nou, dat maakt niet uit, ik doe het toch. Hè? En dreigen daardoor zelf de kopje onder te gaan. Maar er zijn natuurlijk ook al heel veel ondernemers die zeggen van, ja, nou, dan ga ik toch eventjes een doorrekening maken. En dan loont het te weinig. Ja, en dat soort fricties moeten we wel met elkaar wegnemen. Het verhaal heeft wel te maken met wat je nu vertelt. En dat merk ik ook in heel veel gesprekken die ik natuurlijk voer. Dat zul jij ook meemaken. Het gaat altijd over korte en lange termijn. Ook in dit verhaal van jou. Het gaat natuurlijk altijd over korte en lange termijn. En dan leren we als kind eigenlijk al dat lange termijn is heel verstandig. Maar later als volwassenen leren we, vooral mensen die in loondienst gaan werken, die weten ook, ja, je hebt pensioen. Dat gaan we niet in 1 keer geven, want dat kan niet, weet je wel. Want dan ga je dat meteen uitgeven. Dan leer je dus ook meteen al, blijkbaar zitten wij mensen zo in elkaar, dat we toch een soort gulzigheid, gretigheid hebben, dan vaak op een verkeerde manier ook. We willen alles meteen uitgeven, consumeren. Dat zit in ons en daar kunnen wij niks aan veranderen, ondanks de mooie verhalen die jij, ik of anderen ook zullen vertellen. Ja, ik denk dat het andere verhaal daar wat daar tegenover staat. Wat is de beloning? Of wat is het andere wat daar tegenover staat? Waar dat uitstelgedrag voor in de plaats komt. Het is een beetje die instante behoefte te kunnen voorzien. Versus vertragen. Versus meer vrije tijd hebben bijvoorbeeld. Versus meer tijd met je gezin kunnen doorbrengen. Versus meer in de natuur kunnen zijn, een florerende omgeving hebben. Of kunnen kiezen wat je wil. En als je bijvoorbeeld je werk zo leuk vindt, wat een deel van de wereld, nou, misschien 10-20% van de mensen, als we echt heel eerlijk, die het zo leuk, die willen dat alleen maar doen, dan denk je, nou, die mogen dat ook doen, maar de rest zou moeten kijken naar, dat wordt dan brede welvaart genoemd. Ja. En niet alleen naar welvaart en welzijn. En dan krijg je dus, dan praat je anders volgens mij. Anders moet je mij corrigeren als ik ongelijk heb. Maar dan gaat het anders over businessmodellen. Dan moet je nog anders over nadenken. Want dan hoort er namelijk ook een bepaald wereldbeeld bij. Dan hoort er ook bij dat je niet alleen maar kijkt naar andere beprijzingen, maar dat je ook kijkt naar een andere manier van kijken naar succes bijvoorbeeld. Ja, ook wel een andere manier van de rol vanuit het bedrijfsperspectief, de andere rol die je inneemt. Dat je ook echt wel een bijdrage kan leveren. En in het verleden zagen we natuurlijk, daar hebben we het over gehad, die aandeelhoudersfocus. Inmiddels zie je veel meer de stakeholderfocus van, goh, we hebben ook ons personeel, we hebben ook onze omgeving, onze klanten, leveranciers, die ook belangen hebben en die ook geraakt worden. Ik denk dat de tijd rijp is om naar een rightsholders perspectief te gaan. Dus wie zijn de partijen die nu nog niet gehoord worden, die ook recht hebben op bestaan, toekomstige generaties bijvoorbeeld, waar het lab toekomstige generaties heel erg mee bezig is. En de toekomststoel van Jan Terlouw bijvoorbeeld als voorbeeld van hoe je daar in de bestuurskamer rekening mee kan houden.
maar ook de rechten van de natuur. Waar bijvoorbeeld Jessica den Outer met Rechten voor de Natuur een warm pleitbezorger voor is. En Jan van de Veen is en heel veel meer mensen nog meer. En dat je op die manier ook gaat kijken naar je rol als bedrijf daarin. Dus dan is het niet alleen je directe omgeving, maar wanneer je een toeleveringsketen hebt, ook verantwoordelijkheid neemt voor de ontbossing van het Amazonewoud in Brazilië. Ook verantwoordelijkheid neemt voor de mijnen waar mensen onder vreselijke omstandigheden in Afrika werken. Maar dan ga je ervan uit dat mensen dus wel zo in elkaar zitten dat ze heel graag het goede willen doen voor de maatschappij. En er zijn ook heel veel mensen, dat zien we altijd weer, dat zien we bij elke verkiezing, maar overal over de hele wereld bijna zou ik zeggen, altijd weer in de westerse democratieën zeker toch, waar we gewoon nog kunnen kiezen. En dan kiezen we toch voor wat is belangrijk voor mij. Wat is in het voor mij? Het is niet voor niets ooit. RTL is begonnen met die slogan, uit Amerika overgenomen. Dus dat ben ik nooit vergeten. Ik dacht, wacht even, natuurlijk. Omdat het heel veel mensen blijkbaar toch aanspreekt. Dan moet er iets groots veranderen. Dat er niet alleen toch een groep van 10-20% is die zegt, ik wil de maatschappij dienen, ik wil zo goed mogelijk voor de maatschappij actief zijn. Nee, ik wil los van alleen maar mijn eigen behoeftebevrediging. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, een plaatje wat ik vaak gebruik is drie bollen met moeten, willen, kunnen. En willen zit heel erg op de intrinsieke motivatie, hè, waarin je echt voelt, ik wil hier mijn rol in spelen, ik wil deze ambitie oppakken. Kunnen zit heel erg in het handelingsperspectief. Kan ik dan ook mijn businessmodel zo omturnen, dat ik ook echt die waarde aan het toevoegen ben? Moeten is de stok van wetgeving. En dat zien we natuurlijk ook steeds meer komen, waarin voorstellen naar voren gebracht worden, waarin wetgeving opkomt, hè, nu ook al echt aanwezig is. Om dat moeten en dat, of dat willen en dat kunnen, een duwtje in de goede richting te geven. Maar dat moeten, daar kun je niet zonder. Daar heb je regels voor, bijvoorbeeld de CSRD, de Corporate Sustainable Reporting Directive. Ja. Duurzaam rapporteer je in jaarverslag. En daar kun je ook al op afgerekend worden, we weten nog niet precies hoe. Ja. Begint snel, per 1 januari 2024 voor de grote corporates en daarna per stapjes voor andere, alle bedrijven, uiteindelijk ook het MKB. Ja. En die kunnen zich daar dus op voorbereiden, maar daar maakt iedereen zich, merk ik in die wereld, ook enorme zorgen over. Want wat gaat er nu eigenlijk gebeuren? Hoe gaat het met het toezicht? Waar worden we op afgerekend? Kun jij daar een helder licht op werpen? Waar zijn we aan toe, met andere woorden? Ja, nou, het is serieuze wetgeving, waarbij je, het is overigens transparantiewetgeving, geen normerende wetgeving, dus er staat niet in hoe duurzaam je moet zijn, maar je moet vertellen wat je doet. Is normering de volgende stap? Dat is ook al verschrikkelijk worden. Daar zijn we allemaal bang voor. Daar wil niemand aan. Maar ik denk het wel, zeker. Kijk, we hebben dit komt niet ineens uit de lucht vallen. 25 jaar geleden of 26 jaar geleden is hier in Amsterdam de Global Reporting Initiative gestart. Als een framework, een standaardzetter voor duurzaamheidsrapportage. En in aanloop daar naartoe waren er al heel veel bedrijven die daarmee bezig waren. Dat is vrijwillige rapportage die al toegepast kon worden door iedereen. Dus we moeten niet nu ineens denken van, oh, dit komt als een donderslag bij heldere hemel. Er is heel veel ruimte aan de markt gegeven om dit vrijwillig op te pakken. En daar zijn ook hele goede voorbeelden van bedrijven die dat al gedaan hebben. Dus het wiel is ook niet ineens opnieuw uitgevonden. Daar kun je inspiratie uit opdoen. Doordat het dus geen normeringswetgeving is, zou je kunnen zeggen als bedrijf van, nou, ergens 11:55 maak ik wel ergens een klatje en dat is het. Maar dan is de vraag, is dat het verhaal waar je mee naar buiten wil komen? Dus bedrijven die ik als adviseur bijsta, wat ik lees in de krant en dergelijke, lang niet iedereen is er echt al serieus mee bezig. Maar er is wel een hele grote groep die dit echt aangrijpt als, nou, zoals wij dat bij Tosca noemen, een tool for change. Een heel mooi, robuust raamwerk waar je je bedrijf aan kan benchmarken. Hoe ver sta ik eigenlijk? Want ook dat is een vraag die bestuurders hebben. Ben ik op de goede weg? Waar je heel veel mooie initiatieven kan oppakken, projecten kan lanceren. Maar eigenlijk nog niet zo goed weet, doe ik het nou wel goed? En daar gaat deze wetgeving een heel mooi handvat voor geven. Dus, maar iedereen moet er wel rekenen. Je bent er dus positief over. Maar om deze redenen. Maar de volgende stap kan zijn normering. En zou jij dat ook toejuichen als dat gaat gebeuren? Want dat is natuurlijk bijna taboe in veel kringen.
Nou kijk, Ploemen heeft er ooit gezegd waar geen wil is, is een wet. Dus in het kader van het vrouwenquotum, we kennen het spreekwoord als waar geen wil is, is een weg. Maar zij vertaalde hem als een wet en dat zie ik hier ook wel. En dat zal natuurlijk afhankelijk zijn van de politieke kleur die aan de macht is, zowel binnen Nederland als binnen Europa. Maar ja, wat ik nu in Europa zie gebeuren is dat dit een eerste stap is naar verdere normering als de sector het niet zelf oppakt. Maar dat betekent, daar moet de sector gewoon wel rekening mee houden. Dus je kunt maar beter gewoon wel mee gaan doen, sowieso, om het goede ook te willen doen. Het is nog veel mooier als het intrinsiek is, maar zo gaat het blijkbaar niet altijd. Ja. Zitten onze breinen niet zo in elkaar? Dat ontleen ik dan aan de cognitieve neurologen, aan mensen die een beetje, dat soort denkrichtingen toch altijd interessant. En die mensen zeggen, ook, dat hangt ervan af, dat weet je niet precies. En wij zijn als mensen ook van deel gewoon gericht. We willen het goede, maar ook het kwade. En er zitten allebei kanten aan mensen. We hebben een streng geweten, we hebben de humor, alles. En we moeten een soort balans zien te vinden. En daar kun je altijd natuurlijk, als je een beetje handig bent, ook weer uit zien te komen. Ja. En je aan regels onttrekken. Maar we moeten niet vergeten dat we ook voor onszelf. En we kiezen voor onszelf. En we worden bang van allerlei zaken. Een van de verklaringen ook waarom mensen die op korte termijn drukken en op de angst drukken. Kijk naar veel populisten aan de macht. Heel Europa natuurlijk nu. Ook aan de winnende hand zijn. Wat vind je van die verklaring? Ja, ik geloof dat het heel erg te maken heeft met een mensbeeld. En ik ben geen psycholoog, ik ben geen antropoloog. Dus dit gaat echt in die zin mijn pet te boven. Maar wat ik een heel fijn boek vond om te lezen is van Rutger Bregman. De meeste mensen deugen. Waarin toch keer op keer blijkt dat mensen echt wel een positieve en een goede inborst hebben. Dat niemand opstaat 's morgens van laat ik eens even lekker iemand de put inhelpen of de wereld vernielen. In ieder geval 95% van de mensen niet. Dus hoe wij met elkaar samenleven is ook de verhalen die we elkaar vertellen. De toekomst bestaat uit verhalen en de samenleving bestaat uit verhalen. En als het dominante verhaal is van ja, mensen deugen niet, ze willen niet, het gaat allemaal niet te snel. Of niet snel genoeg, dan gaat dat. Sorry dat ik je onderbreek, maar in tijden van onzekerheid is dat het makkelijke verhaal toch, of niet? Althans, dat is de makkelijkste, op die knoppen kun je dan makkelijker drukken. Als het goed gaat, oké. Okay. Als het minder goed gaat, ja, dan is het pas op. Ja, ik heb ooit vlak na de economische crisis een Griekse vrouw gehoord. Die was naar Nederland gehaald om te vertellen wat de economische crisis toen in 2008. Hè. Griekenland heeft echt aan het infuus van Europa gelegen, was bankroet. Vreselijk, werkeloosheid van 40%. Het land lag echt helemaal op zijn gat. En die vrouw die was naar Nederland gehaald om te vertellen wat dat gedaan had met de mensheid. En aan de ene kant zag je inderdaad de sombere kant. Heel veel suïcide bijvoorbeeld, ja. Depressiviteit. Maar wat de overhand had, dat was initiatieven van mensen die zelf het heft in eigen hand nemen. En zelf het afval gingen ophalen. Hè. De afvaldienst dat fungeerde niet meer. De plantsoenendienst die was er niet meer. Zelf de tuintjes gingen schoffelen en het openbaar groen gingen bijhouden. Dus zelf voedselpakketten gingen maken. Dus ergens moeten we misschien, hebben we het hier ook nog wel een beetje te goed in Nederland. En ik weet dat heel veel mensen zullen zeggen van nou sorry, maar dan kom je van een andere planeet. Maar er zijn ook heel veel mensen in Nederland waarvoor het eigenlijk nog iets te goed gaat. Die nog te weinig de urgentie voelen, die naar buiten kijken en denken van nou ja, ik zie eigenlijk helemaal niet al die problemen waar die mensen het over hebben. Die in hun eigen bubbel zitten en dat is ook nog een verhaal. Ja, nee, dat is waar. Maar dan probeer je dus allerlei verhalen tegenover elkaar te zetten. En omdat wij nu nogmaals, we praten, er is misschien van alles gebeurd in de tussentijd, maar wij praten nu 2 dagen na de verkiezingen en dan zijn er heel veel verklaringen. Maar dan wordt er wel geroepen, kijk, je hebt aan de ene kant een elite en anderen willen daar tegen ingaan. En die, laten we zeggen, wie tegen Wilders is, die heeft geen verhaal. Die zegt alleen maar Wilders moet je van afblijven. Trump is niet goed, maar aan de andere kant, democraten, dat is ook het grote probleem, geen verhaal. Mm-hmm. Waar blijft dat verhaal? Waarom is het zo moeilijk? Want als ik naar jou luister, denk ik, nou, dit is in ieder geval een begin van een verhaal. Ja, ik denk dat het verhaal in wording is en dat het op heel veel plekken er al is.
En volgens mij heb je Jan Rotmans ook aan tafel gehad, hè, die natuurlijk over de onderstroom spreekt. En dat we 25% van de massa nodig hebben om het ook echt te laten kantelen. Voor mijn gevoel zitten we daar tegenaan. Ik zit in verschillende appgroepjes, communities en dergelijke, waar we veel over de verkiezingsuitslag geappt hebben met elkaar afgelopen dagen. En ik merk daar een enorme strijdlustigheid. Hè. De urgentie is groter dan ooit dat we met elkaar de schouders eronder zetten. Dat we met elkaar dat mooie verhaal gaan maken. En dat we met elkaar ook laten zien dat het wel kan. Want we kunnen ook echt wel in een mooiere samenleving leven. En we zijn het dan ook aan onze mensheid, hè, aan onze intelligentie, aan onze capaciteiten verplicht om dat dan ook te doen. Dat is zeker één kant van een verhaal. En je hebt gelijk met die percentages die Rotmans noemt. Die kant moet je ook een beetje opgaan. En dat zou kunnen. Dat kan dus dat weten. Dat blijft bij een soort intuïtie. Dat moet je zelfs als accountant dan ook zeggen. Dat je dit niet toch in cijfers hard kan maken. Maar dat die kant op zou kunnen gaan. Ik weet niet of jij het ook doet. Maar ik praat ook heel vaak met wat vroeger dan de middenstand heette. En nu noemen ze zich ondernemers. Maar die toch wat een handje hebben van vaak mopperen en dit. En wacht even, ik kan net de coronaschuld wel of niet betalen. Moeilijk in de behoren tot de groep. Vaak van twee werkend met weinig geld. En dat is ook een grote groep. En die maken zich zorgen. Ja. En als ik bijvoorbeeld over klimaat en energietransitie, dan vinden ze dat ook een vervelend onderwerp. Want wij worden gepakt en de corpus kunnen dat allemaal wel oplossen, maar wij niet. We hebben het moeilijk. En dat is best een grote groep. En mensen die zich ook echt serieus zorgen maken. En die schrikken ook van woorden als de grote verbouwing. Wat komt er op ons af? En die zeggen dan opeens bijna filosofisch. Daar zijn wij mensen die wij willen geen verandering. We willen een beetje bij het oude. Nou, dat is natuurlijk een heel deel van de samenleving. Ja. En het nostalgische deel. En dat hebben we ook gezien in de stemuitslag. Die op die manier denken. Zit daar wat in? Wat, of met andere woorden, natuurlijk zit er wat in. Maar waarom hebben mensen die daar steeds over de grote verbouwing praten, over de versnelling van de transitie, dat niet gezien? Of hebben ze die mensen niet mee weten te krijgen? Ja, dan kom ik aan de ene kant toch ook wel weer op dat verhaal. Maar ik denk dat het ook te maken heeft met dat we keuzes maken die eerlijk zijn. En dat is in ieder geval mijn observatie van de laatste jaren politiek. Dat de rekening vaak bij dezelfde partijen werd neergelegd en dat bepaalde partijen ook ontzien werden. Neem bijvoorbeeld de subsidie op elektrische auto's. Wie hebben daarvan geprofiteerd? De mensen die heus wel zonder die subsidie ook een auto konden kopen. De Tesla, dat zien mensen, dat zijn de kiezers. Tuurlijk, maar dat zien mensen natuurlijk ook. En die denken van ik rij in een oud wagentje van 15 jaar van 7000 euro met veel pijn en moeite. Ik zou ook wel elektrisch willen rijden, maar ik krijg die subsidie niet. Dat is natuurlijk hartstikke oneerlijk. Ja. Zonnepanelen hetzelfde. Ik denk dat de opgave is waar de politiek in ieder geval voor staat. Dat we eerlijke keuzes maken. Dat we de rekening. We zullen nu moeten investeren in een toekomstbestendige toekomst. In het tegengaan van klimaatverandering. Of je dat nou wil of niet, het is aan het gebeuren. Daar moeten we ons zeker als Deltaland met plekken 6 meter onder NAP, moeten we ons daar gewoon ook op voorbereiden. Maar dan moet de rekening wel eerlijk worden neergelegd. En dan moeten mensen ook gewoon nog 1 keer per jaar op een vliegvakantie kunnen. Maar mensen die 50 keer per jaar vliegen en die zijn er, of mensen die 30 keer per jaar korte afstandjes vliegen, die zijn er. Dan moeten we dan van gewoon ook van zeggen, dat kan niet meer. Dus het moralistische verhaal hoort er wel degelijk bij. Als we over alle transities praten, dan hoort er ook het moralistische verhaal bij. Dat vinden mensen heel vervelend, hè? Dat we gaan elkaar de maat nemen en dan, wacht even, ga jij nu weer op reizen? Ga je nu weer vliegen? En waarom eigenlijk? En die mensen zeggen, maar het gaat toch niet om mij? Je moet gewoon de grote, het gaat om het systeem. Dat is heerlijk om echt te verschuilen. Je hoeft zelf niets te doen. Ben jij voorstander van toch wel degelijk elkaar er meer op aanspreken, misschien zelfs wel? Nou, ik ben heel sterk voorstander van eigen verantwoordelijkheid. En ik geloof heel erg, en dat wordt ook door onderzoeken ondersteund, dat de meerderheid van de mensen heus wel snapt dat we bepaalde zaken anders moeten inrichten. En ook nog snapt dat je daar zelf een bijdrage aan zult moeten leveren. Maar dat veel meer moet komen vanuit collectief met elkaar die maatregelen nemen. En die pijn ook, hè, zo wordt dat toch gevoeld.
voor een stukje willen nemen, dan zijn mensen heus wel bereid om 1 dag in de week geen vlees te eten, bijvoorbeeld. Mits dat maar ook eerlijk en iedereen een stukje van die bijdrage levert. Het woord eerlijk wordt vaak gebruikt hier aan tafel, niet alleen door jou, maar ook door anderen. Ook veel leidinggevenden gebruiken dat ook. En daar is het moed en durf voor nodig. Jij bent wel een van de weinigen die meteen zegt, nou, dat is, ik zie ze wel. Ik zie wel die leidinggevenden. Ik zie ze ook nog te weinig, moet ik eerlijk zeggen. Die namelijk, want als je echt moed en durf, dan durf je ook je eigen positie op te geven, of in ieder geval op het spel te zetten. En dat is heel moeilijk, want dan heb je misschien nog iemand thuis die zegt, wacht even, en dan denk je toch ook aan je kinderen, die moeten ook geld. En zo, er zijn allerlei begrijpelijke redenen om het dan ook in zo'n hoge positie niet te doen. Ja. In zo'n doorslaggevende positie. En toch zie jij daar ook een verschuiving. Wat zouden die mensen moeten doen? Zouden die inderdaad zo moeten gaan zeggen, kijk, dit, we gaan deze kant op. De komende 10 jaar wordt het misschien ook even lastig, maar daarna kan het beter worden. Ik geef toe dat het geen prettige boodschap is. Misschien word je wel weggehoond en misschien moet je dan op zoek naar iets anders. Ja, ik gun een aantal mensen ook dat ze over hun eigen schaduw kunnen heen kijken en plek maken voor nieuwe generaties, bijvoorbeeld. Of dat je ook naar je eigen positie te raden gaat. Van nou, ben ik nu degene die hier het voortouw moet nemen? Of moet ik misschien iemand anders daartoe het podium geven? Van het najaar was ik op Springtij en daar was een kunstenaar uitgenodigd om een fantastische eindspeech te geven. En wat hij deed was na 2 minuten het podium geven aan een jong meisje wat een gedicht aan hem had voorgelezen in een van de sessies die hij had begeleid. Waarbij hij zei van ja, jullie kennen mijn verhaal al. Ik geef mijn plek aan dit meisje van 21 jaar omdat zij een fantastisch gedicht geschreven heeft. Nou, ik vond dat zo geweldig. Ik denk van dat is echt je plek kennen en dat is echt plek maken ook voor dat wat er nu nodig is. Maar de CEO, en dit is geen karikatuur, die vaak een auto met chauffeur heeft en ook niet zo gek, want dan kun je onderweg ook werken en dan kunnen we heel veel dingen overroepen en dan kunnen we het grappig maken. Dat is gewoon praktisch en dat is zo werkt het. En dat zien we over de hele wereld, dat is heel goed ook. Maar dat wil je uiteindelijk, als je eraan gewend raakt en je hebt ook macht en je mag beslissingen nemen. En er wordt zo naar je gekeken. Je krijgt ook bewondering. En dat is ook menselijk. Ja. Neem daar maar eens afscheid van. Ja. Nou, een van de ideeën die ik heb gelanceerd om die macht en tegenmacht een beetje in de governance van organisaties in te bedden, is een maatschappelijke raad. Ik denk dat we echt moeten gaan experimenteren met nieuwe vormen van organiseren. En de maatschappelijke raad zou daartoe kunnen bijdragen. Moet je even uitleggen wat dat is? Want dat is ook een mooi voorbeeld, omdat je daar ben je ook weer een van de voorlopers. Hè? Dan word je over weghonen gesproken. Dat werd in het begin totaal niet serieus genomen. Nu wel. Geweldig voorbeeld. Maar wat is precies die maatschappelijke raad? Want drie jaar geleden kwam het idee in een gesprek wat ik had met Herman Mulder. Hij is onder andere lid bestuursvoorzitter van SCG Nederland. En wij waren met elkaar in gesprek en we kwamen op het idee van een maatschappelijke raad. Een adviesraad zou je kunnen zeggen. Vanuit brede stakeholders vanuit de maatschappij. Die ook echt een mandaat krijgen om advies te geven aan de raad van bestuur. Over maatschappelijke dilemma's. Vanuit die overtuiging, die bestuurders weten het ook allemaal niet. Gebruik dan ook de kracht van zo'n raad om je te helpen om die complexe dilemma's op te lossen. En ook om de stem van buiten naar binnen te brengen. En even een reality check ook te hebben. Nou, daar kun je allerlei ideeën over vormgeven, wat voor mandaat dat dan is, hoe je dat organiseert. En toen het artikel in het FD kwam, heb ik nog nooit zoveel negatieve reacties daarop gehad als toen. Ja. Het was een slecht idee, het was de rol van de Raad van Commissarissen, het was de zoveelste governance laag. Moeten we doen wat Greenpeace, dat herinner ik me ook nog aan die keer, moeten we dan doen wat Greenpeace ons gaat voorschrijven? Precies. Daar werd er meteen een karikatuur van gemaakt. En eigenlijk ook niet eens naar geluisterd of verkend of dat misschien niet toch een goed idee was. Nou, voor mij waren 2 lichtpuntjes dat een paar weken geleden Jaap Winter met een aantal hoogleraren een ingezonden brief heeft gestuurd met 3 concrete voorstellen. Even duidelijk, Jaap Winter, wat nu zijn positie is, dan weten we een beetje, kunnen we hem plaatsen. Hoogleraar ondernemingsrecht. Onder meer, ja, maar dat is niet echt. Die treedt weinig naar buiten, te weinig, jammer eigenlijk, maar er zit inderdaad iemand die aan alle touwtjes treedt. Dat is gewoon een zeker scherpe, denk ik. Een groot brein inderdaad en zeer maatschappelijk bevlogen en echt een inspirator wat dat betreft. En die heeft samen met 71 andere hoogleraren een ingezonden brief, of in ieder geval een artikel opgezet met 3 concrete ideeën. En 1 daarvan was een maatschappelijke adviesraad. Een ander lichtpuntje was dat het in het partijprogramma, ik geloof van PvdA GroenLinks,
stond. Hè, hoe kunnen we bedrijven meer faciliteren dat ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen? Een manier zou kunnen zijn om een maatschappelijke adviesraad in te richten. Dus ja, dat geeft mij echt hoop. Hè, dat sommige ideeën hebben ook hun tijd nodig, hebben ook ja, even wat tijd nodig om meer bekendheid te krijgen en er meer gewend mee te raken. Maar dat het gebeurt. En zo gaat het vaak. En vervolgens heb je natuurlijk ook een draagvlak nodig voor alles wat je doet. Ik had het net over die grote verbouwing. Daar is dit onderdeel van. Daar staan we voor, hoe dan ook. Wie er ook aan de macht is. Het zijn allemaal Europese regels en noem maar op. En dit gaat door. En heel veel anderen hebben dat ook al met elkaar democratisch overigens besloten. Dus we gaan die kant op. En met het idee ook niet van, dat doen we omdat het moet. Nee, maar de grondstoffen zijn eindig en het hele verhaal natuurlijk. En ik denk dat de meeste mensen die naar ons kijken dat snappen. Maar er zijn ook heel veel mensen die denken, wacht even. Ik maak me zorgen waar ik het net over had. Hoe krijg je die mensen mee, die middenstanders, die ondernemers waar ik het over had, die maken zich zorgen, want die zeggen we moeten niet alleen hiervoor betalen, maar ook veel meer voor de zorg gaan betalen de komende 10 jaar. Dat krijgen we te horen, het is ook zo. En we krijgen te maken met het vredesdividend dat op is. Oftewel, we moeten ook onze eigen veiligheid, dat is heel belangrijk, meer gaan betalen, ook voor wapens dus, daar komt het op neer. En over onze veiligheid en aan de NAVO mee betalen. Uiteindelijk aan defensie. Mm-hmm. Hoe krijg je dat voor elkaar? Dat is bijna niet te doen, want ik kan het niet overzien wat ik de komende 10 jaar moet doen, hoe ik het moet betalen. En die mensen moet je serieus nemen. Daar moet je ook een goed verhaal voor hebben. Ja. Ja, dat vergt inspirerende leiders die dat verhaal over de bühne kunnen brengen. Maar dat vergt ook een ander participatief democratief proces. En Eva Rovers is iemand die het initiatief van de burgerberaad heeft gelanceerd. Ja, ik geloof daar wel in. Er zijn ook op heel veel plekken al ervaringen mee opgedaan. In Frankrijk na de opkomst van de gele hesjes. Waar toch ook een volksopstand was toen Macron de benzineprijzen wilde verhogen. En zich enigszins had misgecalculeerd op het effect voor de mensen op het platteland. Precies. Dus daar is enorm veel onrust uit ontstaan. En daar is zo'n participatief proces op gang gebracht. Voor de duidelijkheid, dan krijg je dus groepen mensen bij elkaar. Dan zit de hoogleraar zit naast de bakker, naast dit. Een Precies. hele club verschillende mensen bij elkaar. Ja. En dan niet alleen maar dat ze adviesjes mogen geven. Nee, dan moet je er ook iets mee doen. Ja, nou ja, dat is natuurlijk cruciaal. Hè? Want op het moment dat je zo'n proces doorloopt en je komt met hele goede voorstellen die ook werkbaar zijn. Waarin iedereen ook een stukje van de rekening voor zijn rekening genomen heeft. Dan is natuurlijk ook de bedoeling dat er wat met die voorstellen gedaan wordt. Hè? En Ierland is een ander land waarin daarmee ervaring is opgedaan. Dat heeft heel goed gewerkt. Dat is rondom de abortuswetgeving bijvoorbeeld gedaan. Dat werkte dat beter dan in Frankrijk? Ja, en Macron heeft uiteindelijk maar 5 voorstellen overgenomen en de andere 135 naast zich neergelegd. Ja, dus dat is natuurlijk dat heel jammer. Pijnlijk, ja. Ja, en dan heb je eigenlijk het tegenovergestelde effect. Dat mensen denken van nou, nu gaan we echt ergens in de schouders onderzetten. En dan gebeurt het niet. Maar dat is precies een voorbeeld van leiderschap. Dat in ieder geval op dat gebied, dat onderdeel faalt natuurlijk. Want er is een pap en nat houden. En dan beloof je wat en je doet het niet. Ja, ja. Nee, dus dan vergt het ook inderdaad ook een stukje je macht uit handen geven. Ja, want politieke leiders vinden het denk ik heel fijn dat ze aan allerlei touwtjes kunnen trekken. Maar met zo'n burgerberaad geef je natuurlijk ook wel een stukje van je macht weg. Ja. Nicolette, jij bent begonnen ooit als op je 16 jaar, dat is geweldig, als je 16 bent, maar je weet wat je wil worden. Dat zijn de mooiste momenten in je leven. Ik had het pas op mijn 23e, maar dat is ook nog vrij snel. En ik merk als je met studenten praat of zo, als ik over journalistiek en ik vond toen interviewen, dat is het. En dat is een moment, dat kun je naar boven halen. Dat vinden mensen vaak het mooiste om te horen. Dat maakt niet uit wat ik doe of wat een ander doet, maar ieder die zo'n verhaal heeft, daar luister je graag naar. En jij was 16 en je wist al, ik wil accountant worden. Ja. En dat vind ik, dat hoor en lees ik, dat vind ik wel gek. Want hoe kan dan een kwartje vallen en dat je dan ook nog daardoor gegrepen wordt? Ja, ik heb toen op een verjaardagsfeestje met een oud partner van Moret en Lindbergh, een van de voorgangers van EY, gesproken. En die sprak zo bevlogen over het vak dat ik me daarin ben gaan verdiepen. Want het is niet een vak wat ik vanuit huis heb meegekregen. Nee. En wat mij het meest aansprak was de accountant als hoeder van het maatschappelijk verkeer. Zoals dat toen zo mooi heet en volgens mij nu nog steeds gebruikt wordt. Maar het accountantsberoep is begonnen na boekhoudschandalen. De Pinkhoff-affaire, waarin één iemand een piramidespel had ontwikkeld in 18... zoveel. De echte accountants weten dat. En daar geen deugdelijke boekhouding van had bijgehouden. En toen heeft de regering gezegd van goh, er moet iemand komen die de maatschappij behoedt voor dit soort boeven. Zo is het accountantsvak ontstaan.
Ja, mij sprak dat heel erg aan. Dat je via zo'n vak, via zo'n beroep, via de verantwoording van bedrijven ook echt een maatschappelijke bijdrage kunt leveren. En wat krijgen we daarna? Enron, Olympus, Tesco, Wirecard. Ik heb ze maar even op een rijtje gezet voor de zekerheid. Al die schandalen krijgen we daarna. De bestuursvoorzitter van KPMG, Roger van Boksel. Ja, het heeft overal gestaan, dus ik mag hem noemen. Die ook zei, ja, time squeeze, want je moet elk jaar examen doen. Heel goed, ja, zeker. Je moet je vak gewoon constant bijhouden. En dan, ja, nee, een time squeeze, hou nou toch op. Ook een rare smoes daar, daar moest ik afkijken, sjoemelen daarmee. Dat kan natuurlijk niet, dat jij gewoon boevenvanger bent. Dus heel ethisch in de maatschappij staat. Zeker, ja. Als voor één beroepsgroep geldt dat ethiek het ding moet zijn wat je kompas is, dan is het natuurlijk ook wel voor accountants. Omdat wat zij, wat een accountant met dat ene stukje papier, die paar velletjes accountantsverklaring eigenlijk zegt of creëert, is vertrouwen. Vertrouwen dat het klopt, dat het deugt. Jij hebt op afstand ook zeker met enige genoegen gekeken naar dit onderzoek, denk ik. Door hoge druk om te horen gaan accountants de bocht afsnijden. 3,5 jaar lang onderzochten Marlies de Vries en Chris Fontijn de Nederlandse accountancy. Het eindoordeel, de sector verandert veel te traag en dus blijft druk van buiten nodig. En de opleidingen moeten een stuk beter. Want onderschatten mensen vaak, het is een vak dat je, waar je voortdurend moet blijven leren, voortdurend examens ook moet blijven doen. Dus het is niet zomaar niks, je hebt een belangrijke positie inderdaad. Nogmaals, je hebt hier van een afstand uiteraard naar gekeken, naar het onderzoek. Maar wat vind je ervan? Ja, ik vind het aan de ene kant verbaast het me niet. En aan de andere kant vind ik het ook wel weer schrijnend. Ik ben zelf al een tijd uit de openbare accountancy. Ik ben via mijn bureau nog wel bezig met verantwoording, duurzaamheidsverslagen. Dus dat heeft natuurlijk ook wel heel erg een link daar naartoe. Maar ik ben er zelf al wel een tijd uit en ik vind het wel schrijnend dat het eigenlijk nu nog steeds wel de krant domineert, de voorpagina's domineert. Omdat je zou wensen dat de sector voldoende zelfreinigend vermogen heeft om die maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hè, het is een vak wat bij wet geregeld is. Het is niet zomaar een keus voor bedrijven om een accountscontrole te hebben. Dat legt ook plichten met zich mee en verantwoordelijkheden met zich mee. Dat het toch nog steeds te weinig lukt om dat georganiseerd te krijgen. Dat is wel pijnlijk eigenlijk, want jij bent ooit ook begonnen aan de hand van de leus van Peter Bak, hè, die tegenwoordig aan de topman van de World, hij is topman van de World Business Council voor duurzame ontwikkeling. Hij zit in Genève, dat kantoor. Hij was topman, oud-topman van TNT. Ja. En hij zegt, accountants will save the world. Ja, ja. Het is toch mooi om dat boven je bureau te hangen. Nou ja, dat hing dus ook boven mijn bureau. Waarmee hij overigens bedoelde van als we andere dingen gaan meten dan alleen de financiële cijfers. En dat ook tot uitdrukking brengen in een verantwoording en daar ook verantwoording over afleggen. Dan komen we tot de echte waardecreatie van bedrijven. Dus ook wat nu met zo'n heel lelijk woord externaliteiten genoemd wordt. Ja, de CO2 footprint en de schade aan mens en natuur. Dat wordt niet doorgerekend in de winsten van een bedrijf. Die rekening kan je ergens anders neerleggen. En Peter Bakker heeft een oproep gedaan van accountants will save the world. Ik denk ook daadwerkelijk dat dat de rol kan zijn van accountants. En soms zie ik mensen die dat zo invullen. Maar dat is ook, zeker nu met de nieuwe wetgeving voor de CSRD, voor accountants ook nog wel zoeken. Het is echt een nieuwe discipline die ze zich eigen moeten maken. Natuurlijk, maar uiteindelijk alles uitdrukken in cijfers gebaseerd op BNP. En daar zit de groei in. Daar moeten we vanaf, vind je? Daar gaan we ook vanaf zelfs? Ja, je ziet nu door de komst van de CSRD dat er naar financiële performance en niet-financiële performance wordt gekeken. Hè. De voorloper van de CSRD heette ook niet voor niks de Non-Financial Reporting Directive. Ja. Ik geef ook les en daarin zeg ik van nou, het is niet financieel, maar pre-financieel. Hè, alles wat nu niet in financiële metrics uit te drukken is, wat wel door jouw bedrijf veroorzaakt wordt of wat een impact op jouw bedrijf heeft. Vroeg of laat gaat zich dat in de cijfers vertalen. Het zij door voorzieningen, het zij door claims, het zij door afwaarderingen, het zij door hogere kostprijs. Dus niet financieel klinkt echt als, oh, daar hoeven we ons niet druk over te maken. Zo denken veel CFO's ook. Terwijl als je het hebt over pre-financieel, en dan zie je ineens het loopje daartussen. Dat vergt inderdaad een andere manier van meten.
af en toe maak ik me wel zorgen dat ik denk van niet alles wat van waarde is, is te meten. En niet alles wat te meten is, is van waarde. Dus laten we ons ook alsjeblieft niet verliezen in enorme calculaties om tot 6 cijfers achter de komma te willen weten of we het goede doen. Vertrouw ook een beetje op intuïtie en onderbuikgevoel. Want die gekte gaat inderdaad door gewoon. En dan moet je de cijfers allemaal, dat kan helemaal niet. En dan doet het er dus ook niet toe. Nou, dan creëert het een schijnwerkelijkheid alsof we met die nieuwe getallen precies weten waar de crux zit. En ik denk dat de wereld daar iets te complex voor is. En ik denk eerlijk gezegd ook dat het moreel kompas, wat in ieder aanwezig is, ook meer richting zou moeten geven op wat je wel of niet zou moeten doen als bestuurder of bedrijf. Ben jij al met al? Want je kijkt nu langer deze wereld, je hebt een aantal teleurstellingen ervaren. Wat heel belangrijk is, dat hoort ook. Dat zijn de hobbels waar je overheen bent gekomen. En je bent steeds doorgegaan. En dat blijkt uit dit verhaal ook. En gewoon met goede moed. Maar sta jij nu positief kijken naar de komende 10 jaar? Of denk je, ik sta met angst en beven te kijken wat er met de wereld gebeurt? Nou, er zijn zeker veel momenten de afgelopen tijd geweest waar ik me heel erg veel zorgen maak. En waar ik ook niet vrolijk door gestemd word. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, er is niks anders dan hoop. Als je geen hoop meer hebt op dat wij als mensheid in staat zijn om een betere toekomst te maken, dan kunnen we er net zo goed vandaag mee stoppen. En dan kijk naar mijn kinderen, dat zijn pubers. Ik hoop dat zij ook vader en moeder kunnen worden en opa en oma. En dat er voor hun kleinkinderen ook een mooie toekomst is. Ja, dan denk ik dat. En hoop is voor mij een actief werkwoord. Hè? Dat is wat je doet, wat je richting geeft. Dan zit er ook gewoon niks anders op. Nou, dit is een geweldig einde gewoon. Echt? Dat zijn toch hele wijze woorden. Hartelijk dank, Nicolette Lonen, voor dit gesprek. Dank je wel. En u hartelijk dank voor het kijken naar deze video.